Om je een beetje een indruk te geven hoe groot dat Perzische Rijk wel niet geweest is, heb ik hier een kaart even gezocht van het Perzische Rijk, zo ergens rond 490 voor Christus. En 480 heb je de belangrijke slag bij Salamis, waar we nog wel een keer op komen te spreken. En Darius, dus de vroegere koning van Perzië, die heeft al eens een keer een expeditie opgezet naar Athene over zee, met name. En die is mislukt. En Xerxes, dus zijn zoon, gaat ook een expeditie doen naar Griekenland. Die neemt alleen een andere route. Maar als je alleen kijkt van hoe groot dat enorme Perzische Rijk geweest is, en dan als je kijkt hoe klein Athene en Sparta hier zijn, en hoe klein deze stadjes aan de westkust van Turkije, dan moet dat een enorm iets geweest zijn. En in dat Perzische Rijk, je hebt een aantal steden die wel van belang zijn. En hier heb je bijvoorbeeld Susa liggen. En als je dan kijkt, hier ligt Sardis. Dat ligt veel dichter bij Griekenland. Dus dat zijn eigenlijk wel twee van die steden die van belang zijn. Nou, even om je de indruk te geven van hoe groot dat wel niet geweest moet zijn. Het wordt vaak uit het hoofd verloren, dat men uit het oog verloren. Het is niet alleen dit stuk, er ligt een heel groot deel nog achter. Nou, die tekst van Atossa, of van de koningin, zoals dat in de Perzen staat, die gaat hier verder in vers 188 tot 99. Ik zal nog wat ingaan op een paar dingen zoals presensreplicaties, maar probeer ook een beetje de feel van die tekst te krijgen. Dus ouderwets Grieks en ook redelijk zwaar Grieks, dus ik moet af en toe wel wat meer uitleggen, maar nou ja, goed, we zullen zien hoe ver we er in komen. Ik neem hem stukje voor stukje. En we zitten dus met die wagen. Die wagen die voortgetrokken wordt door twee vrouwen. En eentje die is gekleed in een Perzisch gewaad. En een ander die ziet er heel Grieks uit. En daar gaat natuurlijk iets gebeuren met die wagen. Het is een droom. Dus het is altijd een beetje symbolisch voor wat er aan de hand is. Nou, Tutostasintina tuigijn. Zij beide, dus dat is een dualisvorm, hebben we een paar keer gezien, maakte Tina Stasin een of andere ruzie. Hos ego edokun, hier is een epsilon geëlideerd horaan, hè, zoals ik scheen te zien. En alelaisin, onder elkaar. Dus die twee dames zijn het niet met elkaar eens. Zij beide maakten onder elkaar van ruzie. Dat leek me althans in die droom. Pais de emos maton, kat eigen kapraunen. En hier zie je dus iets anders dan Elisie. Dit is krasis, waar dus twee woorden in elkaar getrokken zijn. Harma is een hypo. Ik zie hier al aan dit accent van hypo dat deze hypo hoort bij harmazen. En dat het accent dus naar voren getrokken is, zodat hij daar bij hoort. Zuik nuzen, dat is een athematisch werkwoord, auto, kai lepatnep augenon, titesin, ook een athematisch werkwoord. Allebei met een presensreplicatie waar ik zo op kom. Dat pais de emos is nominativus. Ik heb hier even deze krasis opgelost, kai epraunen. En ga dan verder. Mijn kind. Wat deed mijn kind? Kat eigen van kat ego. Die hield hen vast, die twee vrouwen, en die epraunen ze, en die beteugelde hen. Maton hoort daar dan zometeen bij. Maar, om aan te geven dat haar kind dat niet echt
lukt om die wagen in bedwang te houden, gebruikt zij hier een imperfectum. Dat heet een zogenaamd imperfectum deconatur, of een conatief imperfectum. En die mag ik dan vertalen met proberen. Dat geeft namelijk een lange handeling uit in het, drukt een lange handeling uit in het verleden, die dat kind constant aan het doen is, maar waar hij niet in slaagt. Dus die lengte, die zit hem dan in dat imperfectum. Vandaar dat je het imperfectum soms mag vertalen met hij probeerde vast te houden. En dat is hier exact aan de hand, want hij slaagt er niet in. Mijn kind probeerde hem vast te houden en te beteugelen. Daar hoort dan bij matoon als participium nadat hij dat vernomen had. Nadat hij daar achter gekomen was, namelijk dat zij ruzie hadden. Hier dus van mantano, een thematische auristus, ematon, stam, mat. Dus ik pak het voegwoord nadat. Ga ik verder. Die probeerde die vast te houden en te beteugelen. Arma sinipo, zuik nu zen. Nu ga ik terug over naar het presens, zuik nu zen en titesin. Allebei athematische werkwoorden. Dit van zuik numi, hij bindt. En dit van titemi, hij legt of hij zet. Dus bij die athematische werkwoorden is de uitgang sin, of si, is van de derde persoon enkelvoud. Niet van de derde persoon meervoud, want dat is dan asin. Hij bindt. Hier had je al die dualis uitgang gezien, tuto. Hier heb je hem terug, auto. Hij bindt hen, hypo, harmazin, onder de wagen. Dat hypo, net ook al gezegd, dat heeft het accent op die eerste lettergreep staan. Dat wil zeggen dat het accent naar voren in het woord getrokken is. Dus dat dit voorzetsel in postpositie staat. Hij staat dus achter het woord waar het bij hoort. Dat zie ik aan dit naar voren getrokken accent. Maar dus niet aan die spiritus, maar aan dat streepje hier. Hij bindt hen onder de wagen. En wat doet hij nog meer? Hij legt een lepatna, hij is een alfa geëlideerd, hij legt jukriemen epaugenon om hun nekken. Nou, kom ik nog even op die presensversterking. En hier heb ik een presensversterking nu. Zoals bij dijk numi, zuik numi, mijk numi. Het zijn allemaal athematische werkwoorden. En als die dan als je dan een stam van welmakend presens, laat je die nu staan. Wil je er voor andere tijden een stam van maken, dan valt hij nu eruit. Je kunt ook hier hebben titemi, dat is ook een soort van presensversterking, want het stam is namelijk te. En dit is een verdubbeling van die eerste tau, theta hier, met een jota erachter. Dat zie je bij meer werkwoorden hoor. Ik heb het hier bij titemi, maar je hebt het ook bij didomi, gignosco, gignomai, emi, histemi, dat is eigenlijk sistemi en systemi. Dus vandaar dat ik die er even bij zet. Maar om die presensreplicatie te verduidelijken, je ziet de stam, do, gno, hier gn. En daar wordt de eerste letter van genomen en daar komt een jota achter. Waarom staat er dan hier geen theta, zou je zeggen? Want je zou verwachten titemi. Nou, dat is een regel in het Grieks, in de klankleer, die zegt dat je bij twee lettergrepen achter elkaar met zo'n geaspireerde letter, dus een theta, een phi of een chi, bij de eerste de aspiratie verdwijnt. Dus hier verdwijnt de h uit en dan krijg je een t. Dat verschijnsel heet psilosis, betekent letterlijk ontharing. En dus daar gaat de h van weg. En hier heb ik nog even gezet, histemi is eigenlijk uit systemi ontstaan. Dus die presensreplicatie die komt wel vaker voor, maar die heb je dus in de auristus bijvoorbeeld niet meer nodig. Ga ik verder met 192, nog zo'n verschijnsel, he, is eigenlijk kai, he. En die kai, dat trekt dan samen. En omdat dit een kappa is en dit een spiritus asper, komt hier weer wel een aspiratie, dus dat wordt gij. Dan zie ik dus gelijk, hemen, hede, of ja, misschien niet gelijk, maar dan wordt het duidelijk dat hier hemen en hier hede tegenover elkaar staan. Dus de ene en de andere.
Dat zijn die twee vrouwen. De een doet dit, de ander dat. Nou, wat doet de ene vrouw? De ene vrouw, die Epergruto, versterkte zich. Of werd versterkt, kan allebei. En zij eigen, zij hield. En de andere vrouw is Vadatse, spartelde. En die Jasparas zij. En zij trekt uit elkaar. En wat doet ze nog meer? En ze Xunharpat zij. En zij trekt mee. De tijden wisselen hier een beetje. Want hier heb je dus imperfectum vormen. En die gaan dan hierover in het present. Dus ze trekt uit elkaar, ze trekt mee en ze vermoordt. Nu weet ik al dat deze mevrouw blijkbaar de afgrijzelijke dingen doet en deze mevrouw de fijne dingen. Nou, de een werd versterkt, waardoor tijden stollei met deze uitrusting. En zij hield de stomma, de mond, uit Arcton goed leidbaar en Heniaisi in de teugels. Dus die gehoorzaamt. Mooi. Dat is die Persisch geklede mevrouw. Die andere mevrouw die spartelde. En dan kom ik weer met een dualis heroïne. En zij trekt uit elkaar met haar handen. Met haar beide handen trekt zij het tuig. Dan hebben we hier nog genitivus. Die vroeg van de wagen uit elkaar. En dan doet ze nog iets. En met geweld, dat is dat bi, trekt ze mee. En vermorzelt zij. Met geweld trekt ze het mee. Met geweld zonder teugels mee. Dan trekt ze het tuig van de wagen uit elkaar. En trekt ze het met geweld. Dat bi, anui galinon, zonder teugels mee. En ze vermorzelt. En dan vertaal ik het juk middenin. Mesos betekent middenste. Maar je kunt niet het middelste juk pakken in dit geval. Want dat is, er is maar één juk. Dus middenin vermorzelt ze het juk. Nou, en dat ligt dus aan diggelen. Dus die maakt het. Die maakt er een potje van, om zo maar te zeggen. Wat doet dat kind? Pipt hij de emos pais. Pipt hij, komt van pipto, is eigenlijk ook een presensreduplicatie. Ik heb namelijk stampt. En dan hier pi als presensreduplicatie erbij. Zij val, hij valt. En hier paristasai, horai en rek nu. Zie, hier heb ik nog weer rek nu. Dus hier weer een presensversterking nu. Nou, wat doet dat kind? Ah, daar heb ik hem toch er even in gezet. Pipt hij. En de spi als preduplicatie stam ei. Een paar histatai, die had je al gezien in de uitleg met die werkwoordjes. Nou, mijn kind valt. Hoe heb je die nu nog even? Mijn kind valt. En vader Darius, dus nu weet ik gelijk dat het over Xerxes gaat. En Xerxes wordt ook benoemd hier, Xerxes. En vader Darius, paristatai, staat erbij. Vader Darius staat erbij. Wat doet hij? Hem beklagend. Dus dat sve is eigenlijk hetzelfde als auton, ook een oud Grieks woord. Hem beklagend, terwijl hij hem beklaagt. En zodra Xerxes, hier heb ik Xerxes als onderwerp, hem ziet, dan doet hij nog iets dan rijk nu zien. Dat is dus verscheuren. Verscheurt hij de peplus, de jurken letterlijk, rondom zijn lichaam. Hier staat bewust het woord peplus. Een peplus is eigenlijk een vrouwenkledingstuk. En Aischylos maakt hier nog een beetje gebruik van door de juist het kledingstuk dat Perseus aan, of dat Xerxes aan heeft, te benoemen als een peplos. Hè. Dus die rare persen die liepen ook allemaal in van die maffe jurkjes rond. En dan verscheurt hij de jurken amphisomati rondom zijn lichaam. Dus dat droomt ze. Hè, dus Darius verschijnt hier al in haar droom. Wordt later ook door het korop gerefereerd. Nou, dan heb ik dit stuk gehad, zo te zien. Want ik ga dus niet verder. Ik kom nog eventjes bij terug bij het
kaartje, maar dat kwam omdat ik wat onvoorzichtig was met mijn muis. Maar ik ben dus door deze versen heen.